dus wij gaan de andere trein pakken. Dat was wel even zweten, want de bus die hier zit staan, die weegt nood. Ja, we gaan dan ook een hele week weg, dus we moeten dan ook heel veel meenemen. We halen heel veel weg natuurlijk. Hè. Maar ik ben er helemaal klaar voor. Het is de nieuwe trein, registreren. En daar moeten we dan de poster maken. En dat is het uitzicht op de andere trein. Passeren we allemaal. Dus het zijn eigenlijk maar een paar wat we moeten doen. Dat is redelijk mee. We zitten nu in Brugge en we moeten nog 3 haltes doen. En dan zijn wij knokken. Dus het gaat eigenlijk fantastisch. We zijn aangekomen. Ja, we hebben eigenlijk al veel gedaan, maar dat heb je niet gezien. We zijn naar de winkel geweest en zo. En dan gaan we koken en kijk, en ook een boek. Like Me. Dit staat er gewoon in. Een poster. En wat ben je aan het maken? Patatjes met bloemkool en witte saus en worstjes. En waar is de bloemkool? Die heb ik verstopt, heel die bloemkool. Verstopt? Waar? Ah, daar is de bloemkool. Daar is de bloemkool. En de aardappels. Dat zijn de aardappeltjes. Ah, daar zijn ze. Dat is waar. Je hebt ze echt verstopt. Ik had ze niet gezien. Ze gaan lekker zijn, hè? Mm-hmm. En dit is het weer buiten. Zo wat, ja, onweer, zon, regen. We hebben alles al gehad vandaag, dus dat kan alleen nog maar beter worden. Ik heb een beeld. Wacht, ik ga Raak zei, je moet nog naar het ziekenhuis. Dan gaat die berg af. Ja. Dan eerst mijn broek optrekken, hè. Broek optrekken. Dag Sil. Dag Sil. Lukt het goed? De gijs proberen? Ja, ik zal iets doen. Jij filmen, staat toch nog aan? Wacht, hè. Staat hem aan? Ja. Wacht. En daar komt Sil. Daar komt ik. En nu moet ik foto trekken. Ja, maar houd zo met Omi vast. Want Omi is Sil aan het filmen. We draaien, we draaien. Dag Sil. Hallo. Dag Sil. Maar het stuur is een beetje... Kwikkel kwakkel. Ja. Anders zou dat beter gaan, maar nu stuur is het 100%. Dag Sil. Hallo. Niet te snel, hè. Rustig aan. We worden gevolgd. Door de paparazzi.
Ja, de paparazzi. Door welk boekje is het? Voor de dag allemaal. The story from Bolstar. Sil is goed vertrokken, hè? Niet te snel, Sil. Let op de flitspaal. Niet te snel. Het is toch geen zware poeten, hè? Wees niet te snel, let op de fietspaal. Flitspaal. Hoeveel is de poeite? €350. Oh, dat valt nog niet mee. Je mag het betalen met monopoliegeld. Maar nu moet je wel kunstjes gaan doen. Ja, het eerste staat maar scheef. Heb ik het gemist? Ja. Dat gaat er wel horen. Als je dat filmpje net bekijkt. Onder in de comments. Wat voor geluidje? Raad het geluid van Q Music. Oh. Raad het geluid van Q Music. Hoe zit het dat eigenlijk op stop? Er wordt namelijk een voetbal. Heb ook nog een film gemaakt dat doet. Sta je ook op het veld? En er wordt gevoetbald en gedaan. Er wordt gevoetbald. Waarom doet je altijd zo brug? Alles komt. Die doet. Agressieve voetbal, hè? Ja. Zag ik de schijf? Nee!
eigenlijk altijd posten, hè, natuurlijk. Hè. Vicky, gaat daar iets tussen naar. En dan voel ik dat ik geen 20 jaar ben. Kom hier van tussenuit. Vic, kom eruit. Niet meer de bal hier tussen. Hè. Dan gaan we terug nu over. Hola. We gaan naar de zee, we gaan kijken. Kijk daar niet op fiets. Je gaat eens een beetje recht zitten. Kijk daar niet op fiets. Zie je. Je mag niet op fiets. Hoe blijven zitten nu, want we gaan omhoog. Ah. Vandaag dat we het zeetje ja, zien. Ja, de eerste keer. Deze. Dit is het zeetje. Hier is de zee. Nu moeten we terug naar huis. Dat was een beetje warm. Hebben de zee gezien. Nu moeten we naar Leeuw. Zie hoe kort dat de zee is. Ja. Dat is hier wel niet klopt, dat de zee kort staat. Ga maar naar links. Dus, en daar heb je dan zeebruggen. Ja. Ja, ik denk dat. Dat is zeebruggen. Dus aan de andere kant. Dat is waar. Wat? Ja, wij gaan het huisje zien. Ja, dat is een oude. Oh, die wind. Ja, het is heel veel wind hier op het strand. Maar nog even komen terug naar het strand. Dat is wel mooi. En dan gaan we... Autootjes. Dan kan je in het zand. Ja, want nu is er toch wel wind. Nu waait het zand in de ogen. Dat is echt super veel wind. Ik weet niet of je wat goed zien. Zelfs dat zand vind je gewoon binnen.
is niet normaal. De brug was ook bijna. Elke als je in beeld komt, doet hij wel iets fout. Je hebt de batasje naar de grote gebracht. Ik heb twee saplappen, dat gewoon op blazen. Ik kan niet sturen, dus dat jij het alleen niet kan sturen, dus ik kan niks doen, ik moet op je vertrouwen. Als ze straks zijn aangehouden door de politie, dan weet je hoe het komt. Hè. Pas op, mensen. Hier komen. Aan de koninklijke hoogheid, koningin van Viola. En ik ben Boudewijn. Stop dan een rit. Ja, ik ben Boudewijn. Boudewijn. Alleen maar dan, pas op. Of krijg je broek af. Wat? Kapot dit. Als je dat zo vast had, ga ik de camera scheef. Ze hebben scheef aan het filmen. Maar ik ga binnenkort waarschijnlijk een GoPro halen voor in het water en zo. Beter te filmen. Omdat ik daar met de GoPro kan ik dan maar zo. Hetzelfde dat we voor weten. Er zijn mensen die ons al langer volgen weten dat ik al een thema met de GoPro. Dan gaat dat iets beter te filmen. Dat ook. Dus. Het is hier wel mooi knot aan. Daar hebben ze zo springkastelen. Het was hier overal op het strand voor de kinderen. Aha. Ja, maar ik kom hier voor de eerste keer, dus ik weet dat niet, hè. Maar hier doe je een grote dijk, hè. Ja. Oei, oei, oei. Degenlijker. De zee is ook korter dan. Dat heb ik gezien, maar dan mag niet te veel waaien, want dan gaat dat niet. Om er naartoe te gaan. En nu kan je dat eten en drinken. Ja. Daar zit water in. Ja, het is water. Wauw, water. Ik weet niet wat je kunt zien op de camera. Maar er zit water. Zwemmen. Dat is wel leuk. Allemaal zo precies, ja, wat is het? Allemaal glas. Het is zo bezig, het is zo mooi, hè. Mooi, hè? Ja. Zo goed, hè? Vind je het nog leuk? Ja, ja. Ik ook. Ja, zijn we? Ja, oké, we zijn Annie, we zijn weg. Je bent een beetje de chauffeur.
Dus dat is het stuur, ik kan echt sturen. Ah, daar. En ik niet. En daar kunnen nog twee kindjes zitten. Oh, er komen. Maar we zijn kinderloos. Dat zijn ijsjes, Belgische wafels.